Ik ben Peppa Pig. Dit is mijn kleine broertje George. Dit is mama Pig. En dit is papa Pig. Peppa Pig. De stroomstoring. Peppa en George zijn in de huiskamer. Ze dansen op hun lievelingsmuziek. Papa Pig is in de gang. Hij is aan het stofzuigen. En mama Pig zit in haar werkkamer. Ze doet belangrijk werk op haar computer. Oh! 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 Mama, papa! Het is ineens donker en de muziek is kapot gegaan. Mijn stofzuiger houdt ermee op. En mijn computer is uitgegaan. Oeh! Mama Pig drukt op de lichtknop, maar de lichten gaan niet aan. We hebben vast een stroomstoring. Wat is een stroomstoring? Een stroomstoring is als er geen elektriciteit is. Wat is elasticiteit? Elektriciteit zorgt ervoor dat alles in ons huis het doet. Komt de elasticiteit dan wel weer terug? Ja, maar in de tussentijd gaan we op zoek naar een zaklamp. Ik geloof dat er eentje in de kelder ligt. Oké, dan ga ik die halen. Gaat je dat wel lukken, papa? Ho, ho, dat komt goed. Ik kan uitstekend in het donker kijken. Wie heeft dat daar neergezet? Oeh. Papa, is alles goed? Ja, het is alleen een beetje donker hier. Ah, nu weet ik het weer. De zaklamp ligt gewoon in de keuken. Aha! Mama Pig heeft de zaklamp gevonden. Mag ik de zaklamp even vasthouden? Dat is goed. George, kijk naar mij. Peppa trekt een heel raar gezicht. Niet schrikken, George. Het is Peppa maar. Oh, we moeten papa Pig snel zeggen dat we de zaklamp hebben. Papa Pig is nog steeds in de kelder op zoek naar de zaklamp. Hij moet hier toch ergens liggen. Papa, we hebben de zaklamp al. Gelukkig lag je de hele tijd in de keuken. Dat is inderdaad gelukkig. Nu moeten we afwachten totdat de elektriciteit het weer doet. Hoe lang gaat dat duren? Zo ongeveer. Ik zou zeggen zo ongeveer een hele tijd. Oh. Maar George en ik willen heel graag dansen. Ik weet wat we gaan doen. We gaan gewoon lekker televisie kijken. Oh, hij gaat niet aan. De tv heeft ook elektriciteit nodig. Oh ja? Ja. Oh, wat kunnen we dan nu eigenlijk doen? Heel, heel vroeger, toen er nog geen televisie bestond, verzonnen de kinderen hun eigen spelletjes. Ik weet het! Ik moet een kartonnen doos hebben! Wat is Peppa toch aan het doen? Mama, wil je een gat voor me maken in deze doos? Waarvoor? Dat zie je wel. Mama Pig knipt een groot gat in de kartonnen doos. Alsjeblieft, Peppa. Dank je. En nu moeten jullie dus gaan zitten daar. En George, jij moet met de zaklamp op me schijnen. Welkom bij het Peppa Pig nieuws. Met mij, Peppa Pig. Peppa heeft een televisie gemaakt. Vandaag stopte de wereld met werken, omdat er een stroomstoring was. En alle elektriciteit was weg. Dat doe je heel goed, Peppa. Papa Pig zegt dat de terugkomst van elektriciteit nog een hele tijd zal duren. Oh! De elektriciteit is weer terug. Hoera! Stil! Ik ben nog lang niet klaar, hoor. Doe het licht eens uit. Oké, Peppa. Mooi. Ik heb hier heel erg belangrijk nieuws. De koning heeft net nieuwe elektriciteit gevonden. En hij zegt dat iedereen weer helemaal gelukkig zal zijn. Dat is fijn, Peppa. Hoera! En nu dansen! Peppa vindt een stroomstoring erg leuk, maar dat de elektriciteit het weer doet, vindt ze toch nog net iets leuker. Kelly Konijn. Het is de avond van een heerlijke dag. Peppa en George hebben de hele tijd gespeeld met Kelly en Kareltje Konijn.
tijd om te gaan, mijn kleine konijntjes. Oh, maar we willen nog langer spelen, mama. Misschien morgen wel. Mogen Peppa en George dan bij ons komen spelen? Ja, hoor. Hoera! Waarom helpt Kareltje zo? Hij vindt de trap gewoon nog een beetje eng. Waarom? Omdat wij thuis geen trappen hebben. Wat? Geen trappen? Inderdaad. Dat zie je morgen wel. Tot snel. Tot snel. Het is ochtend. Peppa en George gaan vandaag naar het huis van Kelly Konijn. Mama Big mag rijden. Dan kan ik de kaart lezen. Weet je het zeker, papa Big? We verdwalen altijd als jij aan het kaart lezen bent. We verdwalen heus niet. Oké. Is iedereen er klaar voor? Ja, mama Big. En we gaan! Peppa en George zijn erg opgewonden. Ze zijn nog nooit bij Kelly en Kareltje thuis geweest. Papa, zijn we er al bijna? Volgens de kaart staat het huis van Kelly op de volgende heuvel. Ik snap er niks van. Hier zouden Kelly en Kareltje moeten wonen. We zijn verdwaald, want ik zie hier alleen een worteltjestuin. Waar zou het huis van Kelly zijn? Hallo allemaal. Hoi Kelly. Wil je in mijn slaapkamer spelen? Slaapkamer? Waar is je huis dan? Peppa kan het huis van Kelly nergens ontdekken. Deze heuvel is ons huis. Dit is een konijnenhol. Oeh. Wil je het zien? Tot strakjes. Ja, tot strakjes. Kom maar binnen. Wij hebben geen trappen, maar tunnels. Wauw. Dit huis is een beetje anders dan dat van Peppa. Hier is de slaapkamer. Wauw. Je hebt een bed en een groot raam en een boel speelgoed. Net zoals wij. Natuurlijk. Jouw huis is leuk. Was ik maar een konijntje. Weet je wat? Zal ik jullie leren hoe je een konijntje moet zijn? Ja, graag. Eerst moet je snuffen met je neus en piepen. Kijk zo. Squeak, squeak. Squeak, squeak. Heel erg goed, Peppa Konijn en George Konijn. Peppa vindt konijn zijn leuk. En George vindt konijn zijn ook leuk. Konijnen zijn dol op wortels. Verrukkelijk. Nom, 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 nom. Verrukkelijk. George vindt wortels maar niks. Hij wil het niet eens proberen. Geeft niks. Dan hebben wij meer. Zeg Kelly, wat vinden konijnen nog meer fijn? Konijnen huppen graag. Kom maar mee, dan doe ik het voor. Huppen maar. Konijnen zijn dol op huppen. Jullie zijn net konijnen. Komen jullie eten, kinderen? Mama en papa konijn hebben de lunch klaargemaakt. Kelly heeft ons geleerd hoe we een konijn moeten zijn. Ho, ho, ho. Dan hou je vast van onze lunch. Hier zijn wij dol op wortels. Verrukkelijk. Verrukkelijk. Bleh. George eet dus geen wortels. Oh, echt, George? Ik dacht dat jij een konijn was. Konijnen zijn dol op wortels. Mmm. Wauw, George eet zomaar een wortel op. En dit is onze lievelingstaart. Worteltjestaart. Hoera! Mmm, worteltjestaart. George is nu een echt konijnenkind. De tandarts. Iedere ochtend poetsen Peppa en George hun tanden. Vandaag gaat de hele familie Big naar de tandarts. Peppa, George, zijn jullie klaar om naar de tandarts te gaan? Ik heb het veel te druk voor de tandarts. Ik moet nodig thee drinken met Daddy. Ja, we hebben het heel druk. Toch gaan we naar de tandarts, want onze tanden moeten schoon en gezond blijven. Oké, papa. George, zijn jouw tanden net zo schoon als deze?
George gaat voor de eerste keer naar de tandarts. Jullie hebben allebei mooie schone tanden. De tandarts zal vast heel tevreden zijn. Peppa en George zijn bij de tandarts en ze wachten in de wachtruimte. Oh, wachten is zo saai. Dit tijdschrift is buitengewoon interessant. Het gaat helemaal over aardappelen. Oh. Peppa, George, jullie zijn nu aan de beurt. Hoera! En daar staat tandarts Olifant. Hallo, Peppa. Heb je je tanden gepoetst? Ja, tandarts Olifant. Mooi. Goed. Wie wil eerst? Ik ga eerst, want ik ben al een grote meid. Goed kijken, George. Spring maar op de stoel. Hou je vast. Wee! Mond open graag. Nog meer? Graag. Mooi. Laat me eens kijken. Tandarts Olifant gebruikt een spiegeltje om naar Peppa's tanden te kijken. Ik hoop dat je niet te veel snoepjes hebt gegeten, Peppa. Het is best moeilijk om te praten met je mond wijd open. Zo, en klaar. Wat een mooie schone tanden. Ze lijkt erg op mij. Krijg ik nu het speciale roze drankje? Ja, maar niet doorslikken hoor. Netjes uitspugen. George, nu is het jouw beurt. Nee. George wil helemaal niet aan de beurt zijn. Waarom hou je meneer Dinosaurus niet vast, terwijl de tandarts naar je tanden kijkt? Dinosaurus. Leuk kennis met u te maken, meneer Dinosaurus. Het is geen echte dinosaurus. Hij is gewoon van plastic. Hou je vast. Dat doe je heel erg goed, George. En wil je me je tanden laten zien? Maar George wil zijn tanden niet laten zien. George, mondje open. Kijk zo. Daar zijn ze. En klaar. Je hebt mooie, sterke, schone tanden, George. Zijn ze net zo mooi als de mijne, tandarts Olifant? Ja. George is er trots op dat hij zulke schone tanden heeft. George, vergeet het roze drankje niet. Oh, wacht eens. Wat zie ik? Wat is er, tandarts Olifant? George heeft schone tanden, maar de tanden van meneer Dinosaurus zijn erg vies. Oh nee! Nu is tandarts Olifant erg boos op meneertje Dinosaurus. Oh, helemaal niet, Peppa. Maar tanden schoonmaken is mijn werk. De waterdouche graag, mevrouw Konijn. De tandarts gebruikt water om de dinosaurus tanden schoon te maken. De poetser graag, mevrouw Konijn. Deze maakt een beetje herrie. Tandarts Olifant poetst de tanden van meneertje Dinosaurus. Wat roze! Dat klopt, George. Meneer Dinosaurus moet ook van het speciale roze drankje. Tjonge, wat heeft u schone tanden, meneer Dinosaurus? Dinosaurus. Hii, wat eng zeg! George is dol op meneertje Dinosaurus. Vooral nu hij zulke schone tanden heeft. Zoe Zebra, dochter van de postbode. De postbode, meneer Zebra, bezorgt een brief bij het huis van Peppa. Zoe Zebra rijdt vandaag met haar papa mee, want zij wil haar eigen brieven bezorgen. Henkie hond, Susie schaap en Kelly konijn. Ah, Peppa en George. Nu alleen deze nog. Mooi, dan gaan we die meteen bezorgen. Graag, papa. Post! Peppa en George zijn dol op nieuwe post. We hebben 2 brieven. Deze is voor papa Big. Oh, wat spannend. Beste meneer Big, hier is uw telefoonrekening. Oh. Een rekening? Dat klinkt wel heel saai, zeg. Rekeningen zijn heel saai, ja. Mama,
Is de andere brief voor jou? Nee, deze is voor Peppa en George. Wauw, de brief is voor George en mij. Kom je ook op mijn verjaardagspartijtje? Liefs Zoe Zebra. Zoe Zebra heeft Peppa en George op haar verjaardagsfeest uitgenodigd. Jippie! Nu moet je een brief naar Zoe terugschrijven, zodat ze weet dat jullie op haar feestje komen. Wil je ons helpen met schrijven, mama? Natuurlijk. Peppa en George schrijven Zoe een brief terug. Wat zou je haar willen schrijven? Beste Zoe. Beste Zoe. Maar nu weet ik niks meer. Wat dacht je van, we komen heel graag op je feestje. Hartelijke groeten, Peppa en George. Welke envelop zullen we gebruiken? De rode. Aan Zoe Zebra. En tenslotte nog een postzegel. Nu is de brief klaar om op de post te doen. Hier is de brievenbus. En hier zijn ook Henkie, Suzy, Pedro, Kelly en Olivia. En ze doen allemaal een brief in de bus. En daar hebben we Peppa met haar brief. Zo, wat gebeurt er nu? Hallo allemaal. Hallo Peppa. Heb je mijn brief over het feest al gekregen? Ja, en ik heb ook een brief teruggeschreven. Oh, joepie. Kijk nou eens, wat een stapel brieven vandaag. En deze hier is van mij. Hij is heel, heel erg belangrijk. Is die voor mij? Mag ik hem openmaken? Hij is voor jou, Zoe, maar ik moet hem eerst nog officieel bezorgen. Dat hoort met echte post. Oh. En omdat ik vandaag zoveel brieven moet bezorgen, kan ik maar beter beginnen. Mogen George en ik met jullie mee? Klimmen maar in, Peppa en George. Tot strakjes dan. Peppa en George helpen meneer Zebra met het bezorgen van de post. Dit is het huis van Zoe Zebra. Deze brief hier is geadresseerd aan Zoe Zebra. Aan Zoe Zebra. Zoe Zebra. Zoe Zebra. En Zoe Zebra. Oh, alle post is voor Zoe. Die brief is van mij. Mag ik hem posten? Maar natuurlijk. Peppa is dol op brieven posten. Mama, kijk. Al die brieven zijn voor mij. Wat geweldig. Wil je ze voorlezen? Beste Zoe, ik kom graag op je partijtje. Groetjes, Henkie Hond. Suzy Schaap komt ook graag op je feestje, Zoe. En ook Kelly, Pedro, Olivia, Kaatje. Ze komen echt allemaal. En deze brief is van mij. Er staat, wij komen heel graag op je feestje. Hartelijke groeten, Peppa en George. Iedereen is gekomen voor Zoe's feestje. Fijne dag, Zoe! Wauw, wat een hoop cadeautjes. Dat betekent heel veel bedankbrieven schrijven, Zoe. Oh, en wie zal al die bedankbrieven moeten bezorgen, denk je? Jij dus, papa. Maar ik help je wel. De koekoeksklok. Het is vroeg in de morgen. Papa en mama Big zijn nog diep in slaap. Wakker worden, papa en mama. Wat? Het is tijd om op te staan. Het is echt nog veel te vroeg. Weet je niet hoe laat het is, Peppa? Nee, papa. Onze klok doet het niet. Oké, dan gaan we die maar eens maken. Ah, de oude koekoeksklok. Waarom heet dat een koekoeksklok? Omdat er een houten vogeltje in zit en dat heet een koekoek. Ik heb die koekoek nog nooit gezien. Dat komt omdat we de klok al heel lang niet meer opwinden. De koekoek werkte op mijn zenuwen. Oh, maar mogen we hem nu weer opwinden? Vooruit maar. Papa Big wint de koekoeksklok op. Klaar. En zet de wijzers op de goede tijd. Het is bijna 9:00. Papa, mogen we nu de koekoek zien? Ja hoor, hij komt zo tevoorschijn. En hoe ziet hij eruit, papa? Eventjes nadenken. Hij beweegt zijn kopje, zo dus. En hij fladdert ook nog met zijn vleugels. En hij roept... koekoek.
Wat een lawaaiige kleine koekoek ben jij, George. Koekoek! Kijk, hij gaat nu vast bewegen. Wauw! Gekke George, je hebt de koekoek gemist. De koekoek was helemaal te gek, hoor. Hij deed koekoek en jij zag het niet. Maakt niet uit, George. De koekoek komt straks echt weer terug. Maar je moet even wachten. De koekoek komt maar 1 keer per uur. Wachten is zo saai. Kom mee, George. Dan gaan we buiten spelen. Maar George wil niet buiten spelen. Hij wil de koekoek zien. Het is nu bijna 10 uur. George heeft al bijna een heel uur op de koekoek staan wachten. George, kom je spelen? Meneertje Dinosaurus wil ook graag dat je komt. Grrr. Grrr, dinosaurus. Nu heeft George de koekoek alweer gemist. Het maakt niet uit, George. Ga maar fijn in de tuin spelen. Ik roep je als het tijd is voor de koekoek. Vang het, George! Het is al bijna 11 uur. Papa, George! Tijd voor de koekoek. Kom, George. Anders mis je de koekoek alweer. Oh. George rent zo hard als zijn kleine beentjes maar kunnen. George, heb je de koekoek gezien? Koekoek, koekoek. Koekoek. Peppa en George zijn dol op koekoekjes spelen. Koekoek. Koekoek. Het is bedtijd. Peppa en George zijn behoorlijk slaperig. Koekoek. Is het nu alweer ochtend? Nee, het is bedtijd. Koekoek ziet er niet goed uit. Ze moet nu snel gaan slapen, net als jij en George. Wel te rusten. Te rusten, mijn kleine biggetjes. George, ik weet hoe we koekoek kunnen beter maken. Gewoon opwinden, dat weet papa ook. Papa en mama Big zijn diep in slaap. Huh? Wat? Mama, papa, we moeten jullie even iets laten zien. We hebben koekoek beter gemaakt. Huh? Hutte. Peppa en George zijn bij opa en oma Big in de tuin. Ze gaan in hun boomhut spelen. Peppa en George zijn dol op hun boomhut. Daar zijn de vrienden van Peppa en George. Zoe, Susie, Kelly en Karel. Wat een mooie boomhut, Peppa. Mogen we naar binnen? Ja! Nu gaan we gezellig thee drinken. Daar zijn Pedro en Henky. Nee. Hallo, Peppa. Mogen we binnenkomen? Sorry, Henky. Alleen meisjes mogen in de boomhut komen. Jongens maken altijd heel veel herrie. En altijd verpesten ze het theepartijtje. Maar George en Karel zijn jongens. Oh, ja. Sorry, George. Deze boomhut is alleen voor meisjes. Is er? We mogen van de meisjes niet in de boomhut. En dat is niet eerlijk. Oh, ik kan jullie wel helpen, hoor. Kom maar eens mee. Nu kunnen we tenminste rustig met elkaar thee drinken. Wat is dat voor herrie? Zo, nu hebben de jongens ook een eigen hut. Kijk maar, met een echte ophaalbrug. Een kasteel. Bedankt hoor, opa Big. Mogen wij naar binnen? Nee, dit is een jongenshut. Alleen voor jongens. Maar ik ben dol op kasteel.
kastelen. Kastelen zijn lang niet zo leuk als boomhutten. Kom mee, meiden. Het kasteel is mooi van de jongens. Ieder kasteel heeft zijn eigen vlag. Wauw! Zij hebben een vlag. Wij hebben echt niet zo'n domme vlag nodig. Daar komt oma Big. Hallo, meisjes. Kan ik iets voor jullie halen? Een vlag graag. En hij moet mooier zijn dan die van de jongens, oma. Ik zal eens even kijken. Het kasteel is mooi van de jongens. Ho, ho. Ieder kasteel heeft een telefoon nodig. Hou vast. Als je het touw goed strak houdt, kun je met de jongens praten. Wij willen niet met de jongens praten. Wij willen niet met de meisjes praten. Oma Big heeft een vlag gevonden voor de meisjeshut. Deze jurk is een mooie vlag. Dank je, oma. Hij is niet zo mooi als de jongensvlag. Ik wil ook in het kasteel. Sprookjesprinsessen wonen in kastelen. Nou, als ik een sprookjesprinses was, dan woonde ik in een boomhut. Mogen we bij jullie? Alsjeblieft. Alleen als je zegt dat het kasteel veel mooier is. Het kasteel is mooier. Nou, ik blijf lekker in mijn boomhut. Ik vind het kasteel echt leuk. Oh nee, het gaat regenen. En het kasteel heeft geen dak. Kom, we gaan naar de boomhut. Nee, ik zal nooit uit het kasteel weggaan. Het regent niet meer. George heeft een modderpoel gevonden. Dat is leuk. Ik blijf hier in mijn kasteel. En ik blijf in mijn boomhut. Hoho, ik pas wel op het kasteel hoor, Henkie. En ik pas wel op je boomhut, Peppa. Peppa en Henkie zijn dol op springen in modderpoelen. Iedereen is dol op springen in modderpoelen. Of het nu jongens of meisjes zijn.